Dag. TV3 vandaag met de boeken, type 5, een ontmoeting met Salvatore Adamo, of Adamo, die vandaag 45 wordt, de Urban Bush Women, en als studiogasten culinair journaliste Berthe Meijer en Glenn Pennock, een man die heel veel weet van Indonesische zelfverdedigingskunst. De flits komt uit het 5:30 journaal. 79 jaar oud, maar voor de duvel niet bang. Een bejaarde Hagenaar wist gisteren na een achtervolging eigenhandig een dief te pakken die hem van zijn tas had beroofd. De 79-jarige Hagenaar droeg de dief over aan de politie, maar diende geen klacht in. Hij vond de tasjesrover daarvoor te oud. Die was namelijk ook al 75. Weet Harme eindelijk wie er met zijn fietstassen vandoor is. En dan een gesprekje met onze eerste studiogast Glenn Pennock uit Haarlem. Je hebt deze roman geschreven. Het is je tweede roman, Het vuur van de draak. Waar gaat die eigenlijk over, Glenn? Dat boek gaat over een jongen die door zijn vader wordt opgevoed volgens de traditie van Indonesië. En hij wordt opgevoed tot spiritueel meester in de Pencak Silat. Pencak Silat, daar gaan we het over hebben. Wat is dat eigenlijk? Dat is, zoals je het zelf al aankondigde, een Indonesische zelfverdedigingskunst. Dat inmiddels gegroeid is van een noodzakelijk kwaad in Indonesië tot een ware volksrage. Ja, je zei bij het begin dat we er de nadruk op moesten leggen dat het een kunst was. Ja, omdat de sport nog maar heel kort bestaat. Sinds een jaar of 17 hebben ze ook competitieverband uitgeschreven voor het Oosten en in Europa. Maar de kunst is eigenlijk de traditie hierin. Ja. Het is lange tijd een soort verboden bezigheid geweest. Hoe kwam dat? Ja, omdat ze het altijd hebben, de Nederlandse regering die toen de tijd daar zat, heeft het altijd geassocieerd met verzet, met een stukje communisme, met de religieuze stromingen die er waren, die Silat bedreven. En daardoor zagen ze het als een gevaar en hebben het gewoon echt verboden. Is het ook echt gevaarlijk? Maakt het iemand gevaarlijk? Ja, wapent het iemand? Het is overlevingskunst, laat ik maar zeggen. Ja. In Indonesië, waar we toch mogen spreken van een situatie één voor alle voor één, is het noodzakelijk dat mensen zich kunnen verdedigen. Ja. Je zegt overlevingskunst, er zit een filosofie achter ook? Er zit een filosofie achter, ja. Maar dat is toch te uitgebreid om nu uit te leggen, omdat het toch gebonden is aan streken, aan dorpen. Je moet je voorstellen dat een dorp een eigen Pencak Silat stijl kan hebben, een hele streek een eigen Pencak Silat stijl kunnen hebben. Dorpen die zich tegen elkaar hebben verdedigd in het verleden, omdat er nogal wat vijandigheid was tussen de streken of dorpen onderling. En dat maakt het zo divers. Je hebt je broer Cliff meegebracht. Die staat hier een beetje verder in de studio. Die zal nu een demonstratie geven van een paar elementen uit de Pencak Silat. Ja. En jij zal ons daarbij begeleiden. Wat gaat hij nu doen? Hij begint nu met een gebed om vrede en kracht. En als er echte meesters in de buurt zouden zijn, dan moeten ze hem ook die kracht geven om de oefening die erna komt goed te volbrengen. Ja. Is het een echt gebed of heeft het hier meer een symbolische waarde? Is het een kwestie van concentratie voor de oefening? Ook beide, denk ik. Ja. Nee, het is een echt gebed. Hij zegt een echt gebed op nu. We horen hem niet, maar dat doet hij wel. Ja. Tot wie spreekt hij dan? Tot zichzelf. En wat zegt hij? Hij vraagt om alles wat hij doet tot een goed einde te brengen. En nu laat hij typische gevechtshoudingen zien. Op basis van een driehoeksvorm op de grond. Dan gaat het erom om zo strak mogelijk die vorm aan te houden. En zo goed mogelijk alle houdingen te laten zien. Met veel expressie, dat is heel nodig. Zo, er zitten natuurlijk dingen in die wij herkennen. Leken als we zijn uit andere Oosterse gevechtssporten, een beetje karate, jiu-jitsu en zo. Klopt dat of? Nou, dat mag je best zeggen, want er zijn natuurlijk overeenkomsten tussen al die gevechtskunsten in het Oosten. En we mogen toch best zeggen dat iedereen een beetje geleend heeft van elkaar. En zeker in de moderne wereld zoals nu, waar communicatie dan heel snel gaat, lenen ze heel veel van elkaar en lijkt het dan misschien ook wat meer op elkaar. Wat onderscheidt nu een Oosterse gevechtssport, en in dit geval dus de Pencak Silat, van een Westerse gevechtssport? Nou, ik zal niet zo 1, 2, 3 een Westerse gevechtssport weten. Of je moet misschien boksen, wat van Griekse oorsprong is, als Westerse gevechtssport moet doen. In zoverre verschilt het dat de gevechtskunst een wezenlijk onderdeel is van je levenshouding in het Oosten.
En dat is hier natuurlijk, denk ik, wat verwaterd. Het is hier meer een sportief karakter. Ja. Je zei het bij het begin, het is nu rage geworden in Indonesië. Dus het is een tijd lang verboden geweest. En er is zelfs een ministerie opgericht. Ja. Alleen voor deze gevechtskunst. Ja, of deze zelfverdedigingskunst. Hoe komt dat? Het is nog een van de weinige echte culturele tradities die ze hebben daar in Indonesië. Dat hebben ze gelukkig erkend. Daar hebben ze ook een eigen ministerie opgericht met een echte minister aan het hoofd. Met een behoorlijk budget. Want moet niet vergeten, als ik goed tel, zijn er zo'n 6 miljoen leden. Mm-hmm. En iedereen doet het daar, van jong tot oud, op elke hoek van de straat. Ja. Hoeveel mensen doen het in Nederland? Helaas nog te weinig, denk ik. Ja. Alles bij elkaar, zo'n 3000 ondergebracht in zo'n 3 organisaties. Ja. Jij bent leraar in deze kunst. Je bent daarvoor een tijd lang naar Indonesië geweest. Je hebt er heel veel voor over. Waarom? Wat is er zo belangrijk voor jou? Nou, het heeft mij een handvat gegeven om mijn eigen creativiteit te leiden. Ja. Zoals een schilder dat zou kunnen doen, zoals een schrijver zou dat kunnen doen. En dit is een vorm van kunst die je zou kunnen bedrijven. Geeft het je zekerheden? Hou vast. Zeker, ja. Zou ik het nog kunnen leren? Heel graag zelfs. Oké. Bedankt. Dus ik vestig nog even de aandacht op jouw boekje. Het vuur van de draak, waarin dus deze gevechtskunst een belangrijke rol speelt. Het boek kost 25 gulden. Ruim 20 jaar geleden zocht de Italiaanse kolenputter Adamo in de Waalse mijnen tevergeefs zijn geluk. Zijn zoon Salvatore Adamo vond het boven de grond. Met liedjes als Vous permettez, monsieur, Mes mains sur tes hanches, Quand les roses, veroverde hij eerst België en daarna Nederland. Vandaag wordt Adamo 45 jaar en morgen treedt hij weer in Nederland op. John de Zwart zocht Adamo thuis op in Ukkel bij Brussel. Nous promettons d'être sage, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent. Ik ben geen professioneel biljard. En als ik publiek heb, dan verleer ik mijn middelen. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ja, ook in voetbal. In voetbal, ik speel niet slecht. Maar als het te veel publiek is, speel ik slecht. Ik ben timid. Ja, ja. Alleen maar op het toneel ben ik niet meer. Kom op, die timide honden. Timide? Timide, ja. Dans nos mains, qui s'étreignent. Muziek was in het lucht voor mij. Het was normaal te zingen. Ik had nooit gepland zanger te worden. Dat is de destiny. Mijn vader was een grote fan van muziek. Hij had 6 broertjes en zusjes. Ze woonden in het zuiden van België. En een van zijn zusjes had ook de wens te kennen gegeven een groot zangeres te worden. Hij praatte zo gezellig en zo onderhoudend over die familie dat we hebben gezegd, nou, we willen die familie wel eens zien. En lieve kijkers, daar zijn ze dan gekomen. Net als de familie van Trapp. 7 in getal met de ouders. De hele familie Adamo. Het was met mijn familie, met Willem Oudijt, ja. Het was een van mijn mooiste herinneringen. Ik had het voor jaren niet gezien. En ik heb het voor 3 jaar eerste keer gezien. En het was zeer beroerend, mijn vader te zien. Mijn zuster, zeer klein. A vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vrouwen ja. Hebben altijd een hele belangrijke rol gespeeld mm-hmm. in uw carrière. What do you mean? En 25 jaar geleden was ik in België en in de Nederland beroemd. En het was een mooie tijd. En ik kan zeggen dat ik heb zeer, zeer goede herinneringen aan deze tijd. Ik heb een tournee in al Nederland gemaakt. In Leeuwarden er was een dame
die 80 jaar oud was en ze was de president van mijn club. En nu is ze niet meer van deze wereld, maar ik heb veel vrienden in Nederland en veel zijn trouw gebleven. U heeft nog steeds een fanclub? Ja, het is meer dan een fanclub, het is een vriendenclub, ja. Mm-hmm. Waar bent u gebleven op een gegeven moment? Oké, in 65 had ik het geluk ook in Frankrijk beroemd te worden, plotseling. De succes is ook in Italië gekomen. En ik heb in de hele wereld gereisd. Ik ga in december voor de 21ste keer naar Japan. Zo, ik heb veel, veel gereisd, ja. U heeft wat bereikt nu. Kunt u zeggen dat u nu nog steeds een soort ambitie hebt? Ja, natuurlijk, ja. Ja, zonder ambitie leeft men niet. Nee. Er is nog veel te doen, ja. Bijvoorbeeld terug in Nederland te komen. En dat doet hij dus ook. Morgenavond om 8:15 treedt hij op in het Circus Theater in Scheveningen. En naast me zit Hilda Maradza uit Rotterdam. En jij bent voorzitter van de Adamo Fanclub. Eerst nog even wat over Adamo. Weet je hoe het komt dat hij zo goed Nederlands praat? Nou, veel mensen in België zijn tweetalig natuurlijk. En ja, maar die wonen aan deze kant van de taalgrens. Ja, maar hij woont in Brussel dus. Ja, maar hij komt uit Wallonië. De reden is, denk ik, dat hij Italiaan is. En dat Italianen minder last hebben om Nederlands te leren dan de Walen. Het Italiaans heeft klanken die dichter bij het Nederlands liggen. Want hij spreekt het mooi uit, hè? Leeuwarden bijvoorbeeld, zegt hij mooi. Hè? Het klinkt heel mooi, ja. Ik hoorde daar trouwens over een mevrouw uit Leeuwarden, dat die 80 jaar was en voorzitter was van zijn fanclub. Wat bent u? 43. Hey, is dat niet een beetje oud om voorzitter te zijn van een fanclub van een zanger? Nee, waarom? Ik ben van dezelfde leeftijd als hij zelf. Ja. Dus. Doe je nog gekke dingen? Nee, wij doen geen gekke dingen. Ga je nog in zwijm wanneer hij... Nee, wij gaan gewoon naar zijn concerten luisteren. Ja, we gaan naar België en Frankrijk en morgen ook heel zeker. Ja. Kent u hem persoonlijk? Ik ken hem ook persoonlijk. Hij is een goede vriend voor mij. Ja, ja. In de loop der jaren geworden. Is hij nog goed? Wij vinden dus van wel. Als je van Franse chanson houdt, dan is het een heel goede zaak. Het is heel, heel lang heel stil geweest rond hem. Hè? Tenminste, het grote succes van het begin van zijn carrière heeft hij nooit meer gehad. Hij maakt geen tophits meer, dat niet. Hij maakt mooie muziek voor een klein publiek. Ja. En het is een beminnelijk man. Heel erg. En u gaat er nog lang mee door als voorzitter? Ja, niets houdt mij daarvan tegen. Wat is zijn mooiste liedje? Dat is de laatste vraag. Er zijn diverse hele mooie, maar een erg mooie vind ik Le Colline de Rabia. Oké. Vriendelijk bedankt, mevrouw. Graag gedaan. De boekentip 5 van de CPNB. Het is dinsdag en dat doen we dat altijd even. Hier gaan we. Olympische Spelen 88 van sportjournalist Ben de Graaf. Een herinneringsboek met betrekkingen tot de Spelen in Seoul en Calgary. Met uitslagen, foto's en verslagen prijs. 39.